Een verklaring van het wetenschappelijk bureau van de NDP. En wat zeggen ze daarin? Ze zeggen een heleboel dingen. Maar omdat het wetenschappelijk bureau is, wil je dat ding lezen met een wetenschappelijke bril. En dan kijk je wat ze geschreven hebben. En het eerste wat ze schrijven is dat minister Hoefdraad de beste minister ooit in de Surinaamse geschiedenis is geweest. Wel, als je dat zegt, kom met wetenschappelijke cijfers. Vergelijken dat met andere ministers van Financiën. Die hebben we gehad. We hebben Giussetti gehad. We hebben meneer Moengera gehad. We hebben meneer Hildenberg gehad. We hebben meneer Telting gehad. Laten we kijken wat hun beleid is geweest. En wat jouw beleid is geweest. En dan vergelijken wetenschappelijk of iemand als beste gekwalificeerd kan worden. Het enige wat ik kan concluderen dat we met deze minister allemaal arm zijn geworden. Dat we met deze minister een enorme hoge leningen hebben. Nationaal en internationaal. Dat onze schuldpositie enorm hoog is. Niet alleen als land, maar ook als burger. Dat we met deze minister de slechtste rating ooit gehad hebben. Van ratingsbureau met betrekking tot onze economie. Dat we met deze minister, ja, triest, nu een governor hebben die opgesloten is. Dat we met deze minister, ja, triest, een minister nu hebben die verdachte is. Triest in de Surinaamse geschiedenis dat beide autoriteiten, beide monetaire autoriteiten, de status nu van verdachte hebben, waarvan één opgesloten is en één in staat van beschuldiging gesteld zal moeten worden. Dus mijn mensen, als je zegt, hij is de beste, kwam met fact en figures, maar dat geeft ook aan de kwaliteit van het wetenschappelijk bureau van de NDP. Waar ze uitgenodigd waren om debat te voeren met andere politieke partijen. En wat hebben ze gezegd? Ze gaan niet deelnemen. Maar ze komen wel met een monoloog, daar in de krant, om personen te beschuldigen. En ze beschuldigen de procureur-generaal dat hij gelinkt is aan de VHP. En zeggen namelijk dat het onderzoek gestart is net voor de verkiezing. Om die verkiezing te beïnvloeden. Wel, mijn mensen. Het onderzoek is gestart al geruime tijd, januari. En wie heeft toen gezegd, namelijk dat de minister van Financiën verantwoordelijk is voor die handelingen waarvoor de governor in feite beschuldigd was? Niemand anders dan de advocaat van de governor van Trick. Publiekelijk had hij gezegd dat de minister van Financiën verantwoordelijk is voor de handelingen. Dus, mijn mensen, tweede is dat Van Trick zelf bij de rechter verklaard heeft wat de betrokkenheid is van minister Hoefdraad bij al deze misdrijven. Zijn meester kan hij advocaat en Van Trick van de VHP. Hebben ze iets met de VHP te maken? Ze hebben niks met de VHP te maken. Ze zijn geen VHP'ers. Wie mag zelf beoordelen tot welke politieke partij ze behoren? Of tot welke politieke partij ze gelinkt zijn? Dus nogmaals, het wetenschappelijk bureau dat deze mensen probeert te linken aan de VHP mag zelf beoordelen in hun eigen administratie daar tot welke politieke groepering deze mensen behoren. Maar ze zijn zeker geen VHP'ers, maar het zijn juist zij die publiekelijk en bij de rechter verklaring hebben afgelegd over betrokkenheid van minister Hoefdraad. Er zijn telastenleggingen waaruit blijkt namelijk dat gelden zijn weggemaakt van de centrale bank, goederen zijn aangeschaft in strijd met de wet, dat er daar 17 overheidsgebouwen zijn verkocht aan de centrale bank in strijd met de wet voor 105 miljoen euro. En de bankwet zegt dat de centrale bank alleen gebouwen mag kopen die door de centrale bank gebruikt mogen worden. Dat zijn allemaal strafbare feiten die genoemd zijn in onze wet. En nogmaals, het ergste is namelijk dat er royalties zijn, inkomsten van Iron Gold, inkomsten van Nimon. En die waren al verpand, die waren al onderpand gegeven aan andere leners, aan andere lenders. En nu ga je hetzelfde onderpand geven aan een andere lener. Dat is een strafbaar feit.
Nogmaals, we keuren de statement van NDP wetenschappelijk bureau af. We keuren hun uitlating af dat ze de rechterlijke macht constant beledigen en beschuldigen. Wij hebben vertrouwen in de rechterlijke macht. Wij geloven in de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. En ik vraag de samenleving, de rechterlijke macht, alle steun te geven, zodat ze in alle onafhankelijkheid, onbevreesd, haar werk kan doen om de rechtsstaat Suriname overeind te houden.